beetje wat te lachen krijgen. Dat ze vrij goed voelen. Hoe was het binnen de kerk? Ja, heel erg ontroerend. Heel mooi, prachtig, alles klopte. Ja, perfect. Waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen? Nou, ik heb voornamelijk voor deze locatie gekozen om het feit dat ik gewoon een echte Rotterdammer ben, geboren en getogen. Opgegroeid in de Mauritsstraat en ja, dit is voor mij een plekje waar je dagelijks rondliep. Overal eigenlijk in Rotterdam. Tot aan Blaak, tot aan Eendrachtsplein, tot aan Koolhaven. En voor mij was meteen duidelijk, vrij duidelijk dat ik in Rotterdam wou trouwen. Dat heb ik meteen ook aan deze gevraagd en ze ging daarmee akkoord. Dus voor ons was deze plek het beste plek, de beste plek. Hoe was de ceremonie? Hoe zag je eruit? Dat was heel erg prachtig. Ik heb echt genoten ervan. Ik wist natuurlijk niet wat ik moest verwachten. Het is mijn eerste keer trouwen en het zou ook de enige keer blijven. Het was voor mij heel erg ontroerend. Op het moment dat ik zat en het moment dat mijn vrouw binnenkwam lopen was voor mij een heel mooi moment. Het was heel mooi opgetuigd met mooie lichtjes en de familie was er, alles was er en het was top.